Deze crisis die gaat over te veel schulden, te weinig banen. Dus het CDA wil de schulden afbetalen door banen te creëren. Maar het gaat ook om een nieuwe moraal in de samenleving waarin we beter met elkaar samenwerken. Nou, als het gaat bijvoorbeeld om het verlagen van tarieven box 2, het verlagen van de winstbelasting, maar ook vereenvoudigen van regels. Dat zijn dingen die belangrijk zijn voor ondernemers. Nou, overal waar het woord lastenverhoging op de hoek komt kijken, zal men ervan balen. En daar zitten natuurlijk ook lastenverhogingen in, want deze crisis die wordt betaald en allemaal betalen we mee. Maar per saldo willen we ondernemen makkelijker maken, maken we ondernemen ook makkelijker. We hebben natuurlijk gezien hoe de crisis tot stand is gekomen. Dat is onder andere door banken die constructies verzonnen die niemand meer begreep. Die uiteindelijk tot heel veel verlies leiden. Wij willen dat iedere sector, ook de banken, zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Maar het gaat niet alleen om banken, het gaat ook om woningcorporaties. Het gaat ook om bestuurders. Nou, wij kiezen heel nadrukkelijk voor loonmatiging, nullijn. En als je kiest voor loonmatiging, heeft dat gevolgen voor de koopkracht. Maar daar staat tegenover dat we veel meer banen krijgen. En dat we uiteindelijk ook onze schulden afbetalen.